Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 4 september 2015. Dit is een bulletin van vrijdag. Ik moet vandaag een beetje improviseren vanwege tijdgebrek. Vanavond is er ook nog een uitzending en om die reden komt vandaag op PI2 NOS ook de morsenoefening voor een keer te vervallen. Ik zijn wel wat morsen waar je op kunt oefenen, want je mag morsenoefeningen geen dag overslaan als je het wilt leren. Maar ik doe daarbij uit tijdnood hoogstwaarschijnlijk geen aankondigingen. Om de slag om Gallipoli in Turkije, die plaatsvond in de Eerste Wereldoorlog, te herdenken, waar veel Australische militairen bij omkwamen, is in Australië een station met digitale spraak in de lucht. Het evenement start op 11 september en duurt 48 uur. Behalve de herdenking wordt tevens het digitale spraaksysteem FreeDV gepromoot. Devereaux, VK5DGR, die het belangrijkste onderdeel Codec 2 van FreeDV bedacht, is bij het evenement aanwezig. Doel van het evenement daarbij is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met FreeDV door ze het simpelweg te laten gebruiken. FreeDV is de enige digitale spraakmodus die geheel door zendamateurs is bedacht. D-Star is voor het overgrote deel door amateurs bedacht, maar het verschil is dat FreeDV een vocoder gebruikt, de al eerder genoemde Codec 2, die ook door amateurs bedacht is. D-Star gebruikt, overigens net als de meeste andere digitale spraakmodus, een vocoder volgens het AMBE-principe. Een ander verschil is dat FreeDV een van de weinige digitale spraakmodus is voor de HF-banden. Het systeem is spectaculair smal, een stuk smaller dan de helft van een SSB-signaal. Speciale apparatuur is niet nodig. Een korte golftransceiver en een computer met een USB-stickje als extra geluidskaart zijn voldoende. De speciale call die gebruikt wordt is VK100 ANZAC, ANZAC. ANZAC is de naam van het gecombineerde Australisch-Nieuw-Zeelandse legerkorps, als ik dat goed zeg, dat aan de slag om Gallipoli deelnam. Gelezen op pi4raz.nl, dat is altijd wel leuk. Niet zo bekend onder amateurs, maar wel leuk om eens naar uit te kijken. Jaarlijks wordt van 4 oktober tot 18 oktober de Sputnik herdenkingsdagen georganiseerd. In die periode vind je de ouderwetse signalen van de eerste satellietzendertjes terug in onze amateurbanden. Er zijn drie categorieën. De eerste is de Sputniks, TX-type met oude types buizen, bij voorkeur uit de 50e jaren. Deze zijn te herkennen aan het seinen van series punten, biep, 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 tijdens hun uitzending. De categorie 2 is de Vanguard met oude germanietrans-historie, bij voorkeur PNP uit de 50e jaren. Deze zijn te herkennen aan het seinen van series V's tijdens hun uitzending, letter V. En dan is er nog de categorie SWL, het registreren van de Sputniks en Vanguard CQ's of QSO's. Alle operators mogen meedoen in 2 of 3 categorieën tegelijk, wel met aparte rapporten los. Denk eraan dat het uitgangsvermogen van de eerste Sputnik-zender maar 0,7 watt was en die van de Vanguards slechts 10 milliwatt. Het advies is dan ook om het zendvermogen te beperken tot minder dan 1 watt voor de Sputnik-categorie en minder dan 100 milliwatt voor Vanguards. Het is geen contest, het is gewoon voor de lol. Red je links met meer informatie en schema's om nog voor die tijd zelf een Sputnik in elkaar te klussen. Je hebt tenslotte nog ruim een maand, is te vinden op www.pi4raz.nl. Denk nog even vanavond aan de uitzending van PI4AA om 2100 uur, onder andere op de repeater PI2 NOS. De uitzending is, zoals gebruikelijk, te ontvangen op 7073 kHz in de 40 meter band, plus minus QRM, met verbeterde antenne heb ik begrepen. Verder zoals al gezegd via PI2 NOS en in en om het gooien ook op 2 meter op 145.325. Onderwerpen zijn vanavond onder andere radioastronomie op lage frequenties met LOFAR, internationale vuurtoren en Lightship Weekend, ILLW, ballonvossenjacht en weerballonnen, stopzetten van de middengolfomroep. Interessant onderwerp lijkt me. Ja, en later op de avond volgt daarna dan dus nog om 22:30 de lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR met onder andere de amateur radio Newsline en de Duitsland Roensproeg en niet te vergeten aan het begin de herhaling van een hele week dagelijkse Daily Minutes. Vanavond om 22:30 op PI3 UTR. Daily Minutes is daily at 1700 UTC on 6005 and 7310 kHz and 5 minutes later on the PI2 NOS repeater system. Next day there are reruns 800 UTC on 7310 kHz, 830 UTC on PI2 NOS and 1230 UTC on 9560 kHz. Our weekend shows are in English, all other shows are in Dutch. Mail address is deltaxray@xraydeltavictor.mikeecho. In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't.